De vluchtelingen van de Nassau zijn ondertussen elders ondergebracht. Maar met de expositie Halte Schiedam wilden ze toch iets achterlaten voor de stad. Om hun dankbaarheid te tonen aan de stad en om de Schiedammers te vertellen wie ze zijn. En toen kwam het idee, wij willen graag de goede indruk achterlaten. Wij willen graag dat mensen weten wie zijn de vluchtelingen. Of wie zit in de Nassau eigenlijk. Dat is het idee. En toen kwam het idee van, oh, zullen we gewoon een tekening maken of een schilderijtje? En een andere zegt, hey, zullen we gewoon ook foto's maken van de stad? En de derde zegt, oh, het zou wel mooi zijn als we ook verhalen erbij zitten. Veel compacte verhalen. Vandaar is zo is het idee ontstaan van wat willen wij voor indruk achterlaten over vluchtelingen als wij Schiedam verlaten. Ja, ik ken de verhalen, want ik ben een paar keer op de boot geweest. Onder andere ook op de avond voordat ze vertrokken. Dat was eigenlijk een iftar, maar het was ook een soort afscheidsbijeenkomst. En toen hebben ze mij al een boekje aangeboden met deze verhalen. En ook verteld, we werken eraan samen met vrijwilligers uit Schiedam om daar banners van te maken, zodat we die ook aan de stad, aan de mensen uit Schiedam kunnen laten zien. En we willen graag aan de rest van de stad laten zien dat het om dit soort mensen gaat. Dat het om mensen gaat die gewoon huis en haard, en letterlijk huis, kwijt zijn geraakt. We managed, thanks to all the people who were on board, we delivered the message that we want to do. We want to deliver to people. You know, we are human beings. We do mistakes sometimes. We are not saying we are not doing mistakes, but in general we are trying to do the good things. In mei vertrok de boot waar de vluchtelingen op gehuisvest werden. Een deel van hen kreeg een verblijfsvergunning en wacht nu op een woning. Maar voor de vluchtelingen komt niks voor niets. Althans, dat vinden ze zelf. En dus hebben ze besloten de handen uit de mouwen te steken. Op het moment dat de boot zou vertrekken hadden er 5 al een status. Dat betekent dat ze in afwachting van de woning zijn. 2 daarvan in Schiedam, 1 in Vlaardingen en 2 in andere gemeenten in onze regio. En die zijn daar zo blij mee dat ze zeggen, ja, dan willen we ook gelijk meewerken. Dus we zijn nu François Havensmied voor Oekraïense vluchtelingen aan het inrichten. En dan zijn ze met z'n 5 aan het klussen. Nou, hoe mooi kan je het hebben. And also we have this junior and senior organization that helps junior and senior people, the old people. And we distribute food for them. It was like really nice feeling. I mean, you get the feeling what people do for you. You know, like it's like it's happiness, you know, when you help others. It's really like we wanted to do that. Yeah? Mubarak keerde dus voor even terug naar Schiedam. Hij hoopt te mogen blijven en zich in Schiedam te kunnen vestigen. Maar dat is niet zijn allergrootste wens. What really gives me the power is when I close my eyes and I can picture the moment that my family will arrive to the airport and give them a hug. That's too much. Yeah.